Dag mensen en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag een video maken over de top 10 rijkste clubs of teams, hoe dat je het zelf wilt noemen, om career mode mee te spelen op FIFA 16. Dus ja, we gaan maar direct beginnen met nummer 10. De 10e rijkste club op FIFA is Juventus, zoals je gaat zien. Juventus een budget van 60 miljoen euro. Dan gaan we naar nummer 9. Misschien iets wat verrassend, Valencia. Met een budget van 70 miljoen euro. Ja, ze zijn wel niet echt superspelers, maar ze hebben wel een mooi budget om spelers mee te kopen. Dan nummer 8, Arsenal. Hun beste spelers, ja, Giroud, Ramsey, Sanchez, Özil. Eigenlijk allemaal nog redelijk goede spelers. Tsjech, ook niet vergeten. Ook 70 miljoen nog extra transferbudget. Dus. Dan nummer 7, Manchester United. Ook 80 miljoen transferbudget. Beste spelers, Depay, Rooney, Belg, Januzaj. dat zijn ze wat. Nummer 6, FC Bayern München. Beste spelers Neuer, Boateng, Alaba, Lahm, Robben, Costa, Müller, Lewandowski. Eigenlijk allemaal goede spelers en ook nog eens een budget van 80 miljoen. Dus ja, ook een heel goede ploeg om mee te starten. Dan op de vijfde plaats Chelsea. Met 85 miljoen transferbudget. Courtois, Bale, Terry, Fabregas, Matic, Pedro, Hazard, Willian, Costa. Ook allemaal stuk voor stuk goede spelers. Dus dat is ook een super team om mee te starten eigenlijk. Nummer 4, PSG. 100 miljoen transferbudget. Dat is het meeste, denk ik. Beste spelers, Ibrahimovic, Di Maria, Cavani. Ook weer allemaal goede spelers. Silva, David Luiz. Allemaal stuk voor stuk goede spelers. Op nummer 3, Manchester City. Dus ook 100 miljoen transferbudget. Beste spelers Hart, Zabaleta, Company, Navas, Touré, Fernandinho, Sterling, Silva, Aguero. Ook allemaal stuk voor stuk superspelers, als je dat zo hoort. En natuurlijk ook nog dat budget van 100 miljoen. Dus je kunt altijd dat team nog wel aanpassen. Dan op nummer 2. Real Madrid, ook 100 miljoen transferbudget. Beste spelers Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Rodriguez, Benzema. Ook allemaal stuk voor stuk goede spelers. En dan ook nog eens dat transferbudget van 100 miljoen dus. Dan op nummer 1, wie anders dan FC Barcelona. Ja, Barcelona. Dus ook 100 miljoen weer al, dat is eigenlijk het meeste. Ja, dat is het meeste, want ik denk dat de top 4 allemaal 100 miljoen heeft. Enkel de spelers die verschillen wat, dat is... Doeman, Bravo, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar. Ja, dat is gewoon... de dream team, zal ik maar zeggen. En dan heb je ook nog eens 100 miljoen voor... transfers of... ik weet niet wat. Dus ja. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Als je nog een idee hebt voor een andere video over FIFA of eender welke game. Dan laat je dat maar weten hieronder in de comments. En ja. Dat was het voor deze video. Vergeet niet te subscriben, liken. Alles wat je maar wilt. En dan zie ik jullie terug bij een volgende video.